Welkom. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe aflevering van ons WSD-journaal. In de Wensexpress heeft Monique Thijssen een bijzondere verrassing voor alle chauffeurs van WSD. We ontmoeten Evert van Eldonk, die na een carrière van 11 jaar bij het goed onlangs begonnen is aan een nieuwe uitdaging. En we spreken met een aantal werknemers die zich hebben laten inenten tegen het coronavirus. Maar we beginnen deze aflevering met de uitreiking van een WSD-lintje. We zijn vandaag bij OED Vught. Vandaag aan mij de eer om een lintje uit te reiken aan Harold van den Broek. Harold. Hi. Ik kom voor jou. Voor mij? Ja. Als WSD bestaan wij 65 jaar. En een van de dingen die we doen dit jaar in coronatijd is lintjes uitreiken. Als iemand daarvoor voorgedragen wordt. En jij bent voorgedragen, Harold, door Erik. Ja, Harold die is hier altijd als eerste en dan gaat als laatste weg. Maar hij loopt... het is gewoon een hele goede vent. En hij werkt hard en die mag ook wel eens een keer in het zonnetje gezet worden. Een lintje voor jou, omdat jij als mensenmens hier met iedereen samenwerkt. Enorme fijne sfeer en samenwerking hier creëert. Dus ik mag jou een lintje overhandigen. Kijk eens. Samen. Nou, alsjeblieft. Hartelijk bedankt. Het is perfect, Harold. Echt wel. Super. Toffe vent. Zeker. Zeker. Ik ben er best een beetje bedust van, zei ik al. Die had ik niet aanzien komen. Nee, geeft een goed gevoel. Echt heel mooi. Ja, Erik en iedereen, dank je wel. Hartelijk bedankt. Ik heb besloten om te vaccineren. Ik vond het wel een beetje spannend in het begin, maar van de prik voel je amper iets van. Ik heb me vaccineren omdat ik dat fijner vind, fijner voel en voor andere mensen te beschermen. We zijn een jaar onderweg en de coronacrisis is een nieuwe fase ingegaan. En het is een goede fase, want de vaccinaties zijn begonnen. Dat merken we ook bij WSD. Er zijn al aardig wat medewerkers gevaccineerd, dus dat is goed. Dat betekent dat we langzamerhand uit deze crisis aan het komen zijn. Maar let op, dat betekent niet dat we op dit moment de maatregelen loslaten. Nog steeds geldt 1,5 meter. Nog steeds geldt een mondkapje wanneer je verplaatst door WSD. Nog steeds geldt het eenrichtingsverkeer, het handenwassen, noem maar op. Maar het beeld wordt steeds beter. Ja, goed gevoel. Eigenlijk, want dan ben je toch... Voel ik dan dat je al een beetje... Ja, immuun bent, zeg maar, dat je beschermd bent. Ik was wel een beetje zenuwachtig vooraf. Goed dat je die vaccinatie krijgt, krijg je een brief. Dan kan je lezen wat de bijwerkingen zijn. Nou ja, dan denk ik, oh, als dat er is. Dan denk ik, nou, dan kom ik op met die prik. S'avonds erop had ik wel wat rillingen. Maar geleidelijk aan zakte dat weer. En de volgende dag was een zondag. Dus ik was nog vrij. Dus... Toen hoefde ik nog niet aan het werk en de maandag was ik weer zo ver opgeknapt dat ik wel gewoon mijn werk weer kon doen. En wel een hele dag gelijk ook. We hebben de coronacrisis goed beheerst. Er zijn relatief weinig besmettingen geweest. Als er ergens iets gebeurde, hebben we daar snel op geacteerd, volop getest. En daarmee hebben wij het afgelopen jaar erg goed doorlopen. In de toekomst dat je wel naar terrassen kan en winkelen kan en gewoon boodschappen kan doen, dat je met z'n allen weg kan. Ik ben Evert, ik woon in Bokstel, heb een gezinnetje hier. Ik ben bij het goed begonnen en na 11 jaar was de koek op. En ben ik nu bij de WSD gewoon als taxichauffeur bezig. Heerlijke job. Hey, goedemorgen. Komt erin. Ik vind het heel mooi hoe hij zich herpakt heeft. In het begin kwam er heel even binnen met een beetje negativiteit. Van en dit en ik had het toch in mijn zin en ik doe dat zoveel. Hij herpakt zich, hij gaat met onze chauffeurs mee en hij heeft zijn modules afgerond die hij thuis moet doen. Dus na zijn werkdag moet hij ook nog thuis elke dag een uurtje, 1,5 uur zitten. En voor iemand die op die leeftijd is, is dat best moeilijk om weer terug naar school te gaan, in die leerbanken te gaan zitten en jezelf eigenlijk een nieuwe job aan te meten. En dat vind ik echt super trots dat hij dat kan. WSD is voor mij een vangnet.
van mocht er een keer medisch iets niet gaan lopen zoals het moet, dan zit er geen dwang achter van en u zal en moet je dingen gaan doen die je niet kan. En dat is prettig. Naar mijn inzien doet hij het hartstikke goed. Is open, stelt vragen, wil heel graag leren. Dus in principe zeg ik, met de stap die jij heeft moeten maken, ben ik heel erg tevreden over. Je dag is goed gevuld. Ik had eerst 4 dagen in de week 5 uur en dat is nu 5 dagen in de week 4 uur per dag. Dus ik kom toch aan mijn uren. Alleen het is heel erg uit elkaar gerafeld en dat is even wennen. Hey, tot ziens. Hallo. Ja, ik ben trots op het feit dat ik het niet heb laten lopen. Ik heb het heft zelf in handen genomen. Ik heb me niet afhankelijk gesteld van andere mensen. Ik heb zelf de koe bij de horens gepakt en ja, het is gelukt. Dus dat kan anderen ook lukken. Ja, achteraf, maar dat is altijd achteraf. Had ik dat misschien eerder kunnen doen. Minder stress en meer plezier. Ik wens meer werkgeluk bij WSD door de chauffeurs van de WSD en vervoer in het zonnetje te zetten. Voor alle veilige ritten en ook is gelukkig alles goed gegaan met het gladde weer. Petje af voor het team uit het vervoer en de chauffeurs. En wat we bedacht hebben is dat wij jullie een waardebon gaan geven. Die gaan wij samen dadelijk uitdelen. Waarin in de waardebon voor jullie je iets mag uitzoeken wat werkgerelateerd is, waarvan jullie zeggen dat kan ik nou echt goed gebruiken op het moment dat ik in mijn werk aan de slag ben. Alsjeblieft. Ja, ik vind het fantastisch. Ik vind het heel leuk, omdat wij als vervoersdivisie ook vaak tussen alle feestgelegenheden invallen. En dit is een extra aandachtspunt. Dat vind ik helemaal super. Ja. En ik vind het ook vooral met een paar weken geleden toen er zo'n grote hoeveelheid sneeuw is gevallen. Ik vond ondanks dat ze maandags code rood hadden gegeven, toch knap dat iedereen ja, op het werk kon zijn. Dankzij de chauffeurs. Ja, vanochtend kikker bij je vindt het zonnetje, dat doet ons goed. En we doen het met plezier natuurlijk, hè. Ja, dit was dus weer ons WSD-journaal. Fijn dat jullie hebben gekeken. Tot de volgende keer!